allereerste criterium volgde op Koninginnedag 1986. De oranje ronde door de chique parkenbuurt van Apeldoorn. Het clubshirt, dat moest even wachten, want al mijn geld was opgegaan aan dat nieuwe kringstel en de voorgeschreven tandwielen en zo'n gladde liegrapoe. Ik startte in een neutraal, zwart-rode wollen shirt. Ik reek al meer dan een jaar in rond en irritant dingen kriebelde rond je hals. En als een debiel sprintte ik langs mijn vaders, ooms en tantes, die al een half uur voor vertrek achter de hekken bij de finishwagen staan. En ja, deze beoogde toewinnaar zou een onuitwisbare entree maken. Mijn moeder, die zat op een klapstoel. En oma Cor die balde elke keer zijn vuist als ik langs kwam. En Hans van Bon, met zijn witte pet, dat was de stem door de microfoon, die vertelde dat het publiek een heel spektakel stond te wachten. Want de heren nieuwelingen maken er altijd een felle strijd van. En opgehitst door de muziek die me overal op het parcours scheen te achtervolgen. Christ, you know what it is. De bekende ogen en de stem van Hans waande ik me een soort Johan van der Velde. En zonder besef neuride ik mee met de muziek. They are going to crucify me. Nou, mijn warming-up was inderdaad indrukwekkend. Ik heb al mijn kruid verschoten. Gutsend van het zweet stelde Pisbakkenstaal en ik ons op als local heroes bij de startschepen. Het rondebord stond op 40. Omheen blonken Colnago's, Pinarello's, gezelles. Servas Knaven stond een paar plaatsen voor me. De meeste gezichten kende ik niet. En niet gehinderd door enige zelfkennis, ik had namelijk nog niet echt een idee van de vernedering die me stond te wachten, was ik druk bezig met mijn koerstactiek. Ik bedoel, je bent een wielerheld of niet? Zo snel mogelijk naar voren rijden, had ik ergens gelezen. Ik citeer, op een bochtig parcours moet je de eerste ronde wel degelijk vooraan blijven. Vaak wordt er dan reeds een hele schifting, ik kende het woord alleen maar uit de keuken, maar ik heb later de betekenis ergens op, een hele schifting doorgevoerd. Nerveus klemde mijn vingers om het stuur. Hij, spuit 11, zou je niet even mijn buitenblad leggen, hè? Zei een mannetje met een campiolo-petje met een schikje in Amsterdam. Ik keek omlaag en ik schrok. Dus ik stak mijn hand uit naar het hendeltje. Voor de jeugd, ik leg het straks wel even uit. De bovenbuis trok de linker naar me toe, terwijl ik met mijn andere hand mijn pedaal naar voren bewoog en mijn knekpunt van mijn ketting het buitenblad. Dank u. Ja, ik denk, zeg het maar even, weet je wel, het is geen toertocht, hè. Om me heen klonk gegniffel. Blozend klom ik weer op mijn fiets. Ik nam quasi ontspannen een slok roos visé uit mijn bidon. Ja, ook heel erg jaren 70, dacht ik. Greep het drangert naast me en schoof beide voeten alvast in de toeklips. Het scheelt alvast veel gefriemel, hè? Slimme renners denken vooruit. 1 minuut voor vertrek, klonk het uit de speakers. Alle renners voeten aan de grond, niet aan het hek vasthouden. Ook de renner erachteraan in het rood-zwart. Dan gaan we zo van start. De renner achteraan naar het rood-zwart. Hallo, de renner achteraan, rood-zwart, voeten aan de grond. Psst, hey, Fausto. Je hoort toch wat hij zegt? Voetjes aan de grond, hè? Hey, begin ik het mannetje met een petje. Opnieuw had hij de lachers op zijn hand. Toen pas drong het door dat de microfoonstem me tegen mij had. Beschaamd, tuurlijk naar mijn voorwiel. Ik had natuurlijk de banden over een jaar terug hardop gebond. Knal, startschot, we waren weg. Minder dan 20 minuten later reikte mijn vader nu mijn trainingscheck alweer aan. Mijn moeder zweeg. De ooms en de door menthol sigaretten gebietakte tantes bleven overtroffen. Een hoopje vertrapte checkies verliep precies waar oom Cor gestuurd. Ik fiets wel naar huis. Ik stuurde de mensenmassa in. Weg van het parcours. Weg van de stem van Hans van Bon die schalde dat Servaas Knaven de premiesprint gewonnen had. Weg! Weg! Net zo lang tot ik niets meer hoorde van de koers en de lallende kermisgangers. En s'avonds noteerde ik in mijn heldenboek 30 april 1986. Mijn eerste wedstrijd in Apeldoorn. Na 4 rondjes meekoersen in het peloton en 6 ronden erachteraan moest ik de koers verlaten. Maar wacht maar af.